Tje, knoller. Dang, mijn naam is Milan Knol en leuk dat je kijkt naar PlayStation Memories. Ik ben op zich wel goed in Pro Evolution Soccer op de PlayStation. Daar ben ik best wel goed in. Veel mensen zeggen van, ja, FIFA, daag me uit, kom dan. Dan zeg ik, ja, maar oké, start maar een keertje PES op. Start maar een keertje Pro Evolution Soccer op. Want daar ben ik wel wat beter in, denk ik, dan de rest. Ik ben overgestapt naar PES. Nou, niet volledig overgestapt naar PES. Maar ik merkte dat bij FIFA was het vaak een soort van constante routine die ik deed. En bij PES is het vaak dat ik wat meer het gevoel heb dat ik de vrijheid heb wat ik moet doen. En waar ik heen kan. En dat vind ik fijner. Ik speel namelijk voor mijn rust en niet om snel een goal. En bij PES is het veel meer dat je de rust moet pakken in het spel. Ik game gemiddeld 7, 8 met een 0 erachter per week. Ik game echt heel veel per week. Ik denk dat ik iedere dag als ik thuis kom en ik heb een paar uurtjes voor mezelf, dan is het of die aandacht gaat naar een heel mooie dame, of de aandacht gaat naar gamen. En 9 van de 10 keer is het gamen. Dus dan game ik ongeveer 3-4 uur per dag. Max. Keer 7. Wanneer kwam PlayStation uit? En was ik toen al geboren? Ja, ik was sowieso geboren. Maar ik weet niet wanneer het uitkwam. 1995. Jezus. Ja, toen was ik 4. Dus ja, ik ben oud. En ja, ik was geboren. En ik kan me niet herinneren dat ik op de PlayStation... Oh, jawel. Ik heb wel de PlayStation 1 nog gespeeld. Ja. PlayStation 1 was mijn allereerste keer dat ik dat speelde. Toch? Ja. En dat speelde ik volgens mij toen met mijn stiefvader nog. Want die had hem toen gehaald. En dan moest je... Dat ging zo'n klep open of zo. En dat ging dan daarin. En dan als het niet werkte, dan deed je gewoon de CD uit. En dan moest je het weer opnieuw. En dan dat. Ik ben heel slecht in herinneringen terughalen. Dus waar die PlayStation dan precies stond, geen idee. Maar ik ga ervan uit... op de slaapkamer van mijn ouders, denk ik. Of op zo'n gamekamer of zo, weet ik veel. Mijn eerste herinneringen qua PlayStation waren, denk ik, het logo. Heel stom. En dan dat intro. Maar ik weet niet precies hoe die ging. Dat was lawaai in ieder geval. Maar dat is me wel bijgebleven. En als ik aan PlayStation denk, denk ik altijd aan grijs. Want daar begon het volgens mij mee. Met die kleur. En het zag er heel rond en een beetje krankmikkig uit. Als je kijkt nu naar de PlayStation, is het echt heel erg smooth en mooi. En je zou er bijna mee, zeg maar, in bed willen liggen en dan 's avonds wat rusten. Maar toen was dat niet. Het was een meer ronding. Alhoewel, ik hou nu wel veel meer ronding. Maar dit wordt een beetje een ander gesprek dan. De allereerste game die ik op PlayStation heb gespeeld is, denk ik... Kan dat Crash Bandicoot geweest zijn? Ik denk het wel. Ik denk Crash Bandicoot. Die heb ik het... allereerst gespeeld. Maar ik weet ook dat er er was een of ander spel. Wat ik speelde was een RPG. En dan moet je van bovenaf en dan liep je door zo'n grot. Maar ik heb hoe god moet het heten. Maar mijn stiefvader speelde dat. En ik keek dan altijd met hem mee. En dan mocht ik af en toe de controle vasthouden. En dan, dat was dan mijn gelukkigste 2 seconden van mijn leven. Ik heb denk ik niet echt een favoriete PlayStation character. Alhoewel ik de laatste Last of Us vond ik wel echt keihard. En dat wijfje die erin zit, ik weet niet hoe ze heet. Hoe heet ze ook alweer? Wat heet ze nou? Niemand weet dat hier? Niemand? Hallo? Nee? Oké. Ik game best wel veel met een vriend van mij uit Arnhem. En hem heb ik leren kennen via Overwatch. En ja, ik ben dan net iets beter als dat hij is, maar je hebt in Overwatch verschillende rollen. En als ik dan DPS ga en hij gaat tank, dan winnen we. En als het andersom is, dan winnen we meestal niet. Maar als hij dit ziet, dan denk ik dat ik ruzie heb. Als ik aan het gamen ben, dan kan ik heel goed tegen mijn verlies. Ik vind het echt geen probleem. Tenzij het een game is waarin ik weet dat ik, zeg maar, beter ben dan de andere persoon, dan vind ik het best wel lastig. En dan ga ik wel eens met een controller door de kamer of komen er een paar woorden uit dat je denkt... Ik hoor dat liever niet in de kerk. Maar nee, over het algemeen kan ik wel heel goed tegen mijn verlies. Want ik vind dat een spelletje moet leuk blijven. En ja, het competitieve element is leuk, maar het moet wel leuk blijven. Dus ja, oh ja, ja. Ik heb meerdere keren Easter eggs gevonden in een game. En dat was vooral bij Assassin's Creed. Ik heb, en bij Shadow of War. Ik heb Shadow of War en Assassin's Creed, de 2 van de Assassin's Creed, heb ik helemaal uitgespeeld.
En als je hem helemaal hebt uitgespeeld, dan ga je op zoek naar Easter eggs en op zoek naar dingen die ik alleen kan vinden in van die gidsen. En dat ben ik dus, dat ga ik dan doen. Want ja, wat moet ik anders in zo'n game als je hem al hebt uitgespeeld? Dus ja, dat heb ik meerdere keren al ontdekt, ja. Als ik aan het gamen ben, eet ik eigenlijk bijna nooit. Ik hou niet van chips, snoep, alles wat zoet is. Dat doe ik eigenlijk niet. Ik hou ook niet van eten, nee. Nee, dat is oprecht. Ik hou niet van eten. Ja, nee, maar drinken, ja, maar dan non-alcoholisch. Ja, nee, ik ben echt tering saai. Als je met mij gamet, ik wil geen chipsie erbij. Dan krijg ik van die vieze handen. Als ik moet eten en het is zeg maar etenstijd, dan ga ik gewoon door met gamen. Want boeien. En dan eet ik wel wat later. Want eten is voor mij, het moet. Het is niet, oh lekker, eten, zin in. Nee, doe mij maar gewoon even snel en dan kan ik weer verder met gamen. Ik kijk nu heel erg uit naar The Last of Us 2. Echt 100%. Daar pak al mijn geld. Hier heb je het. Ik wil spelen. Als hij uitkomt, dan sluit ik mezelf op in mijn kamer. En dan is het gewoon van, doei iedereen, telefoon op stil. En dag, ik ga lekker dit helemaal uitspelen. Proberen in één go. Welke skill uit een game zou ik willen hebben? Ik denk letterlijk elke cheatcode. Ik hoef niet per se een character te kiezen van, oh, ik wil dat hij dat kan. Want, die namen. Ik heb het al zo lang niet meer gespeeld. Infamous heet het volgens mij. En dat is zo'n guy en die kan met zijn elektriciteit kan hij allemaal dingen doen. Dat lijkt me wel heel erg gruwelijk. Dat lijkt me wel voor de lol een keertje lachen. Maar voor de rest, ja, cheat code. Dus vierkantje, vierkantje, driehoekje, rondje, kruisje, kruisje, Milan Knol. Voordat we afsluiten wil ik even een shout-out doen naar mijn broertje. Het was elke keer te makkelijk tegen jou met FIFA, dus laten we gewoon een keertje revanche doen. Bedankt voor het kijken en misschien wel tot de volgende keer. Doei! PlayStation.